Dag allemaal, hier is weer over Jis Tristia, boek 4, nummer 10, zijn autobiografie, nummer, nu vers 111 tot 114. Hic ego finitimis quam vis circum sonararmis Tristia quo possum carmina fata levo. Hij vertelt dat hij is verbannen naar de Sarmatische kust, dichtbij de gaten aan de westkust van de Zwarte Zee, in Tomi. En dat vond hij verschrikkelijk en hij heeft heel veel moeten ontberen om daar te komen überhaupt. En bovendien, ja, het is daar helemaal niet leuk natuurlijk, al zijn vrienden zijn er niet. Maar toch wordt hij op een of andere manier op de benen gehouden. Door wat? Jawel, door de muze, door zijn dichtkunst. En dat zullen we nu lezen. Hier ik, hier is in dit geval een lange i, dus is het hier, niet deze. Hier ik, oké, goed. Quam vis, hoewel, circum soner, letterlijk ik om, zoiets als ik omklonken wordt ofzo. Circum sonare is rondom klinken. Hier is iets omklonken wordt, oftewel van alle kanten omringd worden door het geluid van. Zo zou je het heel erg met veel woorden kunnen uitleggen. Is passief, vandaar omringd worden door het geluid. En de E wijst op conjunctief, dus dat komt omdat het quam vis met een conjunctief gaat. Dus hoewel ik omringd word door het geluid van finitimis armis, van naburige wapens of zoiets dergelijks. Dat zijn ongetwijfeld de Geten en de Sarmaten en al die woeste volkeren die daar een beetje lopen te vechten de hele tijd en zo. Maar dat heb ik niet waar. Hij vindt het een onrustige plek, niet echt veilig. Toch, dan moet je erbij denken. Levo verlicht ik, van levare, werkwoord verlaat, dus lichtvorm. Verlicht ik de Tristia Vata, mijn trieste lot, eigenlijk meervoud, maar waar ik enkel fout van, dus natuurlijk een poëtisch meervoud eigenlijk. Carmine, met gezang, quo possum, het gezang waarmee ik kan, zowel waarmee ik dat kan, oftewel, je kan ook zeggen, het enige waarmee ik dat kan. Zo moet je het een beetje interpreteren. Dus verlicht ik mijn trieste lot met gezang, namelijk, dat is waarmee ik dat kan. Nog één dingetje wat betreft stijl hier zo. Het feit dat finitimis eerst staat en armis aan het einde en daartussenin circum soner. Dat is in dit geval niet zomaar gedaan, want hij zit hier natuurlijk zelf hier in dit woord verstopt. Hè. Daar zit de ik in. En aan de linker en aan de rechterkant staan dus die wapens, de naburige wapens. En dat is in dit geval een soort van ja, verbeelding van dat hij zelf tussen al die wapens en wapengekletter in zit, als het ware. Goed, lezen we door. Quod quam vis nemost cuius reverator ad aures sic tamen absumo de cipioque diem. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Dat kunnen wij normaal gesproken niet zo zeggen. Het is, quod is een relatieve aansluiting. En dat verwijst dus eigenlijk naar Carmine. Dus het betekent zoiets als dit, maar dan, omdat het een relatieve aansluiting is, kan je hier staan met iets als en dit. En dan kwam vis nemo est, dan krijg je een kamvis zin, dus net als hier, dus hoewel er niemand is. Nou, wel opvallend trouwens, zie ik nu niet eens, heb ik nog niet gezien, dat hier kwam vis gevolgd wordt door een indicatieves est, dat kan blijkbaar ook. Dus hoewel er niemand is. Cuius ad aures referatur, dan moet je zo lezen, ad cuius aures, naar wiens oren, ja, en dan hier komt dit dus vandaan, dat hoort dus hier in dit zinnetje eigenlijk thuis, referator, dit wordt overgebracht, referen is overbrengen, of zeggen tegen, of iets zeggen, voordragen is in dit geval ook wel mooi, dus hoewel er niemand is, dus en, het en haal ik hier ook hier uit, de relatieve aansluiting, en hoewel er niemand is, voor wiens oren dit wordt voorgedragen, of voorgedragen kan worden. Hè, er is een conjunctief, die A hier zo, die maakt een soort van potentiaal misschien, een potentieel of zoiets dergelijks. Toch, absumo, breng ik de dag door en decipio, en misleid ik de dag. Toch breng ik zo door en misleid ik zo de dag. Nou, dat ik zo de dag doorbreng, in de zin van met liederen schrijven enzovoort, en gedichten maken, dat snappen we op zich al. Maar hoe dat hij dan de dag misleidt, dat is een beetje merkwaardig. Hoe zou hij de dag misleiden? Ja, we kunnen het misschien zo interpreteren dat de dag als een soort vijand voor hem is,
Want als hij overdag, ja, is hij wakker. En dan, als hij wakker is, dan ziet hij waar hij is. En dan denkt hij, verdorie, waarom ben ik nou hier? Ik baal hiervan, ik wil hier niet zijn. En dan wordt hij verdrietig. Dus dag brengt verdriet. Dag is een soort vijand. Als je de dag misleidt, dus als je je vijand misleidt, dan lukt het je vijand dus niet om jou verdriet te doen. Dus de dag kan hem niet verdriet doen op deze manier. En wat is dan deze manier? Nou, dat is doordat hij aan het gedichten maken geslagen is. En zo kan hij toch dus die dag misleiden. Dus wel de vijand als het ware misleiden. Dus dat is metaforisch gebruik, snap je? Ja, denk ik wel. Maar dat moet je dus, zo kan je dat uitleggen als je de dag ziet als een soort van verdrietbrengende situatie. Nou, dan heb ik dus genoeg gezegd, denk ik, over die relatieve aansluiting en over deze metafoor. Maar ook nog iets over zeggen over de klankje zo. Quod quam vis nemos, cuius referatur ad aures. Hier zo, natuurlijk veel lange klanken allemaal aan het begin. Hè. Quod quam vis nemos, hier Elisi, cuius, en dan pas referatur ad aures. En dat maakt dat dit allemaal wat sterker klinkt. Dat is de discansie, de metrum hier zo, al die lange lettergrepen maken dat dit sterker overkomt. Dat er echt niemand is die hem kan helpen. Zoiets. Dus dat kan je ook nog een beetje meenemen in je aantekeningen. Goed, tot zover even een kort filmpje en dan straks weer verder met het volgende. Tot dan.